Hartelijk welkom mensen weer in deze eredienst, gezegende Sabbat al toegewenst. We willen weer God loven en prijzen, door te zingen, zijn woord te onderzoeken waar we van kunnen leren, de Bijbel te openen, juist te lezen. Laten we daarom ook beginnen met een lied eerst te zingen, een psalm. Het zijn zulke mooie psalmen met zoveel diepe inhoud, het zijn allemaal door Gods Heilige Geest ingegeven. We zullen nu zingen Psalm 78 vers 1 als intochtslied. Psalm 78 vers 1. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oren en hart om naar mijn stem te horen. Die grote stem van onze geliefde God en Vader in Jezus Christus door de Heilige Geest. Laten we samen zingen. Psalm 78, vers 1. Ja, en na het prachtige mooie intochtslied, mij vloeit een schat van wijsheid uit de mond, gelijk een bron die voortspringt uit de grond. Is het niet geweldig wat die dichters allemaal hebben geschreven? En daar kunnen we ons helemaal bij thuis voelen. Maar voordat wij Gods woord willen onderzoeken, willen we eerst terugkijken naar deze week. De dingen die we verkeerd hebben gedaan. Ook over denken, belijdenis willen doen voor de dingen die we hebben gedaan, schuldbelijdenis, berouwtoon naar God en medemensen. En we willen ook een zegen vragen over deze dienst. Wilt u samen met mij danken en bidden? Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, we zijn u dankbaar. Dankbaar dat we weer een week gespaard zijn. Dankbaar dat we op deze Sabbatdag voor uw heilige troon kunnen en mogen komen. We hebben u zo hard nodig, ook afgelopen week. We weten allemaal persoonlijk wel waar we fouten hebben gemaakt. Een ander hoeft dat niet direct te zien. Maar in onze gedachten gaan dingen al fout. Heere, Heere, help ons. Dat we meer onder controle van u kunnen en mogen staan. Dat we dat volwassen karakter mogen hebben. Voordat die zondeswet aanbreekt. Voordat die luide roep komt. Lieve Heere God, lieve Heere Jezus, help ons mee. Geef ons die kracht om staande te blijven. En wilt u ons onze fouten en gebreken vergeven? Dat wij onze naasten ook vergeven. Heer, want het is ernstig hoe de situatie ligt binnen uw volk, binnen al de kerken momenteel. Ook de Shatukamene kerken, Babylonische kerken. Men ziet het niet meer. Men ziet niet meer dat u een rein volk wilt hebben als u wederkomt op de wolken des hemels, lieve Heer Jezus. Wilt u ons dat indachtig maken? Ook nu weer. Dat we een kroon hebben te verliezen, maar ook een kroon hebben te winnen. Lieve Vader in de hemel, wilt u zo onze harten openen? We bidden u daarom ook of u bij mensen wilt zijn die het moeilijk hebben, verdriet hebben.
Die beginnen te twijfelen omdat er heel veel druk en beproevingen, verzoekingen op hun pad komen. Daar zullen we het straks ook over spreken met z'n allen. Heere, geef hen de blijdschap dat ze mogen weten dat ze op het goede spoor zijn, op een juiste weg. Er is maar één pad en dat is juist dat smalle pad, waar juist die beproevingen en die verzoekingen op plaatsvinden. Alleen, de duivel wil ons laten geloven dat dat een heel slechte weg is. Maar u laat ons zien dat het in uw woord bevestigd is. Door de apostelen, door uzelf, lieve Heer Jezus. Voorbeelden te over in de Bijbel. We bidden u daarom of u juist ook bij die mensen wilt zijn. Dat u ze kracht wilt geven. Alleenstaanden, weduwen, weduwnaars, wezen. Mensen die ernstig ziek zijn, lieve Heer. U kent ze allemaal persoonlijk. Vader in de hemel, wilt u ons zo die blijdschap in ons hart geven, dat we een fijne dienst mogen hebben. Met al uw heilige engelen om ons heen, die hier ook aanwezig zijn, die thuis aanwezig zijn. Dat we genieten mogen van uw woord. Niet wat mensen zeggen, maar wat uw heilige geest in ons hart vertelt. Dat bidden we van u, Heere, want uit onszelf kunnen we dat niet. Ik ook niet. U bent degene die met uw heilige geest ook bij mij moet zijn. Leg me die vurige kolen van het altaar op mijn lippen, lieve Heere, dat ik de juiste woorden mag gebruiken. Zo leggen wij alles voor u neer. Nogmaals, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar uit uw grote genade, uw grote liefde, uw trouw en om Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naam wil. Amen. En dan willen we weer, zoals gebruikelijk, een studie over de geboden doen. En dan gaan we ze natuurlijk eerst lezen. We willen eerst dat goed tot ons door laten dringen wat onze geliefde Heer God u en mij heeft verteld. Dan gaan we naar Exodus 20, de versen 1 tot en met 17. Zoals gebruikelijk. En dan gaan we nu bepaalde gedeeltes behandelen in het tweede gedeelte van de geboden, tweede steen, wel te verstaan. Maar dat gaan we straks doen. Laten we eerst beginnen te lezen. Exodus 20 vers 1. Dat we het mogen verstaan wat we lezen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haat. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden in al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte den 7e dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelf. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heer, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Tot zover eerst de
10 geboden gelezen. En die hebben we in ons hart. En dan willen we nu eerst daar een tekst bij zoeken. En wel uit Efezebrief, Efeze hoofdstuk 6. Efeze 6, de vers 1 plus 2. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere. Want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder, het welke het eerste gebod is, met een belofte. Overduidelijk. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Dus gehoorzaam zijn in de Heere staat daar. Wat zegt u dat, als dat er al staat? Dat die ouders ook in de Heere moeten zijn. Zult u al een beetje begrijpen, ja, als ze niet in de Heere zijn, wat dan? Dan moeten ze alsnog gehoorzaam zijn. Maar, als u keuze maakt in uw leven, wat dan? Bijvoorbeeld, uw ouders zijn niet gehoorzaam aan de Heere, wat dan? Wat voor keuze maakt u dan? Dus hier staat heel nadrukkelijk bij, nogmaals, in den Heere. Want dat is recht. Als zij in de Heere zijn, dan is dat recht. Dus een hele hoop mensen die kunnen nu wel zeggen, ja, maar mijn ouders die hebben ook niet geloofd en dan hoef ik het ook niet. Ja, zo werkt dat niet. U bent, als u, vooral als u volwassen bent, hebt u een vrije keus van God gekregen. En dan ligt daar ook een verplichting voor u op om naar uw eigen denken en handelen te werken. En waarom is dit zo belangrijk? We gaan natuurlijk nu met die tweede stenen tafel bezig, die juist voor mensen geschreven. Voor u en mij, onder elkaar. Natuurlijk heeft het ook met God te maken, want God wil natuurlijk ook dat wij doen wat God voorschrijft. Dus het is niet zo van, ach, we doen het voor onze medemensen en niet voor God. Dus u kunt die twee taken niet uit elkaar trekken, als het ware. Maar ze zijn wel heel specifiek opgedeeld. En daar is nog iets interessants bij. Want een hele hoop mensen die zeggen, ja, maar die eerste en tweede en derde gebod, die zijn voor God. En de andere zeven zijn voor de mens. Wat zeggen ze dan? Wat zeggen ze dan in principe? Dan zeggen ze, kijk, wij kunnen die Sabbat wel houden wanneer wij willen. Aha, de scheiding ligt in die geboden, zoals je ziet. De eerste vier en de volgende zes. Dus God heeft heel nadrukkelijk een scheiding aangebracht in de geboden. Dat ziet u ook achter ons. Dat zijn twee stenen tafelen. De eerste vier geboden en de andere zes geboden. En dan komt vers 2 in één keer aan bod. Want als mensen denken op een subtiele manier Gods geboden te willen veranderen, deze manier is zo subtiel dat je dus kunt zeggen, als die 3 voor God zijn en die 7 voor de mensen, dan kunnen wij van die Sabbatdag wel een zondag maken. Die rustdag ook wel een zondag maken. Kijk, dat klopt natuurlijk niet. En dan gaan we naar vers 2 van Efeze 6. En wat staat daar? Eer uw vader en uw moeder, dat is duidelijk, in de Heer, het welke het eerste gebod is met een belofte. Prachtig! Wat zegt Paulus daar? Kijk, dat is de eerste steen, 4 geboden. Dat is de tweede steen, 6 geboden. En niet 7 geboden. Dus als iemand ooit weer met u spreekt van ja, maar dat Sabbatgebod is het eerste gebod voor de mens. Is voor de mensen gemaakt. Ja, want Jezus zegt, de Sabbat is voor de mensen gemaakt. Kijk, let op, lieve broeders en zusters. Het is zo subtiel hoe die duivel precies weet hoe die met hele kleine geintjes dingen kan veranderen. Laten we maar eens naar Matteüs 10 vers 37 toe gaan.
Matthäus 10, vers 37. Want de tijden worden anders. Daar ben ik dan ook zo pas mee begonnen. Ja, dat staat wel in Efeze 6. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere. Dat woordje moeten we er niet meer weghalen. Dus we zijn straks allemaal verantwoordelijk, waarvoor? Voor datgene wat wij geloven en wat wij doen. Vooral volwassen kinderen natuurlijk. Die zelfstandig kunnen denken. Daar begint dat. Zoals gezegd, Matthäus 10, vers 37. Daar staat, die vader of moeder lief heeft boven mij, dat komt je al, is mij niet waardig. Dus wat zegt de Heer Jezus nu? Het zou een tegenstrijd zijn, zouden we bijna zeggen. Want wat stond er in de geboden? We zullen hem nog heel expliciet erbij pakken. Exodus 20. En dan vers 12. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Wat wordt dan nu bedoeld? Wat zegt de Heer Jezus hier? We moeten onze vader en moeder wel eren, maar zij moeten ook in de Heere zijn. Ja, als ze dat niet zijn, dan wordt het moeilijk natuurlijk. Dan als u op leeftijd bent, en u kunt zelfstandig denken, bent u verplicht uw eigen keus te maken. Want dat staat er dus in vers 37 van Matthäus. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Die zoon of dochter lief heeft boven mij, dat komt er nog een keer bij, is mij niet waardig. En dan komt het. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waardig. En dan komt een hele belangrijke regel. Daar willen we het straks ook over hebben. Let op. Die zijn ziel vindt, zal dezelfde verliezen. Dus als u uw ziel vindt, die zal hetzelfde verliezen. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Die zijn ziel vindt, als u uw ziel vindt, die waarheid vindt, zal dezelfde verliezen. Nogmaals, verderop. En die zijn ziel zal verloren hebben, om mijnentwil, zal dezelfde vinden. Aha, daar ligt een hele diepe betekenis in wat Jezus hier zegt. Juist in de eredienst zullen we dat zien. Die zijn ziel vindt, zal dezelfde verliezen. In Christus. En die zijn ziel zal verloren hebben, om mijnentwil, gestorven is, om mijnentwil, zal dezelfde vinden. Dus we kunnen hier uithalen, de ene levende die de ziel van Jezus Christus gevonden heeft, in zichzelf, Christus in u, zal dezelfde verliezen, dus zichzelf verliezen. En die zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil, dat zij gedood zijn. Op wat voor manier? Om mijnentwil zal hetzelfde vinden. Kijk, God zegt tegen u en mij, wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de kennis die wij hebben gekregen. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de geboden die God u en mij heeft gegeven. Wij kunnen zelfstandig lezen. Wij weten dat we, als we onze vrouw of onze kinderen, moeder of wie dan ook maar, boven Christus stellen, dan zijn we hem niet waardig. Dat zegt de Heer Jezus overduidelijk. Dus we hebben maar één keuze, vooral als we vol van verstand zijn. Op zijn 18e jaar zijn we momenteel al volwassen, 12e jaar. Kunnen we ook al heel veel weten. Kijk naar de tijd van de Heer Jezus toen hij hier op aarde leefde. Kunnen we ook al beslissingen maken. Maar vooral volwassenheid, 18 jaar, 21 jaar, moeten we zelfstandig kiezen. Ja, en als we dan zelfstandig kiezen en die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Dus de Heer Jezus wil ons absoluut waarschuwen in wat voor situatie wij zullen en kunnen komen. Het houdt dit in. Wilt u Jezus volgen? Ja of nee? Daar is iets voor nodig. Daar hebt u zelf persoonlijk een wil voor gekregen. Keuze kunt u persoonlijk maken.
Maar wat doet u daarmee? Gaat u daarmee aan het werk? Want het is ook nog zo, dat moet ik ook nog meenemen, er is ook nog een belofte aan verbonden. Als u uw vader en moeder eert. En, moeten we ook even eerlijk zijn, toen we jong waren, stonden ons een hele hoop dingen niet aan. Dat weten we allemaal. Ja, mijn ouders dit en mijn ouders dat. Ja, waarom? Waarom doet mijn moeder zo of mijn vader zo? Ja, toch? Ik begrijp het niet. Nou, ze hebben het nog altijd goed met ons voor gehad. Als wij, u en ik, terugkijken naar ons leven, naar de ouders, dan zeggen we, ja, had ik toch maar gedaan wat zij zeiden dan? Begrijp je? Overwegend is dat gewoon zo. Dus, en nogmaals, het kan ons toch wel een beetje anders uitpakken. Dan zie je wel, ik had toch wel gelijk, vader of moeder. Dan gaan we natuurlijk dat spel uitspelen naar onze vader en moeder. Dus we zijn allemaal wel eens een beetje opstandig naar de ouders, maar dat mag niet. Want God heeft aan het eerbied voor vader en moeder een belofte verbonden. Een belofte. Gaan we eerst even naar Exodus 20 weer terug. Want wat is die belofte? Staat er heel duidelijk in, omheen geen lees eroverheen. Exodus 20 vers 12. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen, dat is de belofte, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Dus u bent een lang leven beschoren, dat is mogelijk, als u uw vader en moeder eert. Daar zit natuurlijk ook een beetje die verbinding in naar God de Vader en God de Zoon toe. Wij moeten eerbiedig zijn naar degene, A, onze schepper van hemel en aarde en van ons, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, moeten wij eerbiedig naar zijn. En ook naar onze ouders, dat staat hier ook. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. En het interessante is, dat zegt Paulus dus ook in Efeze 6 vers 3. Daar staat, opdat het u wel gaat en dat gij lang leeft op de aarde. Dat is precies hetzelfde. Exact hetzelfde. Dus de Heere God vertelt tegen u en mij dat we in alle oprechtheid en liefde naar onze ouders toe moeten. Ook als ze oud zijn, altijd niet makkelijk. Ongeacht wat ze soms ons echt verkeerd hebben gedaan, dat begrijpen we, moeten we vergevingsgezind zijn. Absoluut. En nogmaals, kunnen ons ernstige dingen hebben plaatsgevonden. Natuurlijk kunnen ouders ook ernstige dingen tegen ons hebben gezegd of gedaan. Maar het is ook een zaak om vergevingsgezind daarin te zijn. En nogmaals, de ouders hebben ook hun verantwoordelijkheid naar God toe in deze. En vooral dus meenemende Matthäus 10 vers 37. Wij moeten dat kruis van Jezus Christus dragen. En dus ook daarin. En als we nu eens naar Bijbelcommentaren toe gaan. Het is heel interessant. Bladzijde 122. Dan kunnen we even zien hoe het voorbeeld was van de toch een van de meest belangrijke koningen die heeft geleefd. David was dat, maar Salomo ook. En dan begint op bladzijde 122. Daar leren we nog iets extra's van. Heel onderaan, bij punt 19. Onze alinea. Salomo's eerbewijs aan zijn moeder staat daar. Nogmaals, Salomo's eerbewijs aan zijn moeder. Wij stellen als regel dat het vijfde gebod bindend is voor zoon en dochter. Als zijn ze zelf oud en grijs van haar. Wat hun positie in het leven ook mogen zijn, aanzienlijk of nederig, nooit zullen ze van hun verplichting ontslagen zijn om het vijfde gebod van het decaloog te gehoorzamen. Hoort u dat? Waarin wordt geboden vader en moeder te eren. Salomo, de verstandigste en meest verheven vorst die ooit een aardse troon heeft bekleed, heeft ons een voorbeeld van kinderlijke liefde en eerbied gegeven. Hij was omringd door zijn hofstoet. Die bestond uit de verstandigste geleerden en raadgevers. Toen zijn moeder hem echter opzocht, legde hij al de gebruikelijke ceremoniën die gepaard gingen met de nadering van een onderdaan tot een Oosterse vorst terzijde.
De machtige koning was in tegenwoordigheid van zijn moeder, alleen maar haar zoon. Zijn koningschap werd terzijde gelegd, terwijl hij opstond van zijn troon en zich voor haar neerboog. Toen plaatste hij haar op de troon aan zijn rechterhand. Wat een groots voorbeeld hiervan, Salomo. En dat is wat wij continu moeten leren van onze God. Dat u en ik beseffen moeten dat die eerbied naar ouders altijd gehandhaafd blijft. Ongeacht hoe oud wij zijn. Want als we dat respect niet voor de ouders op kunnen brengen, afgezien van wat er vroeger is gebeurd, zeg ik altijd, leg dat maar aan de kant. Zij hebben ook met hun beste kunnen dingen gedaan en misschien wel eens fouten begaan. Maar leg dat volledig aan de kant. Zet het ook recht, wat nog recht gezet kan worden. En wees het voorbeeld van Salomo. Wees het voorbeeld van wat God u in de geboden heeft genoemd. Opdat het u wel zal gaan, zegt Paulus. Een lang leven kunt u krijgen daardoor. Dat is een belofte die God geeft. Moeten we niet onderschatten. En als God beloftes doet, zal God dat waar maken aan u en aan mij. Belangrijk, eerste gebod. Want kunnen we onze ouders die we zien niet eren? Hoe zullen we dan God die we niet zien kunnen eren? Neemt u dat voor uzelf eens mee. En nogmaals, natuurlijk kunnen er spanningen leven, maar wie is de wijste? Wie is er zo wijs dat hij dat, die rust in zichzelf legt, bij de ouders legt. En ja, op een bepaald moment kun je dingen niet meer rechtzetten. Die zijn gebeurd. Helaas. Maar wel wetende, hou uw ouders in ere, in alles. Dus als we dat voor onszelf in ons hart meedragen. Eerste gebod voor ons mensen, ons kinderen. Ongeacht hoe oud we zijn, we zijn nog altijd kinderen van ouders, of onze ouders zijn gestorven natuurlijk, dan houdt dat op. Maar het is belangrijk dat we die plicht altijd naleven. Tot zover eerst de geboden. En let op, Matteüs 10 vers 37 is daar ontzettend belangrijk in. Dat we wel onderscheid maken van God de Vader, God de Zoon, altijd op de eerste plaats. Anders bent u hem niet waardig. We gaan zingen. Onze mooie psalm weer. Psalm 119. En wel vers 22. Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Ik hoop op uw recht, waarin gij trouw gezorgd hebt voor uw eer. Prachtig mooi. Leren we nu alweer wat van. Laten we zingen Psalm 119 vers 22. Ik weet niet of u het opvalt, maar elke keer valt mij op dat die
teksten van die Psalm 119 altijd vrij toepasselijk zijn. Dat klopt ook, want we hebben het natuurlijk ook altijd over de geboden. Wij willen nu verder gaan met de schriftlezing. Schriftlezing hebben we uit de eerste brief aan de Thessalonicenzen. En wel hoofdstuk 2 zijn we aan toe. 1 Thessalonicenzen 2, de versen 1 tot en met 20. Laten we lezen. 1 Thessalonicenzen 2, vers 1. Want gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u, dat hij niet ijdel is geweest, maar hoewel wij tevoren geleden hadden en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie Gods tot u te spreken in veel strijd. Want onze vermaning is niet geweest uit verleiding, noch uit onreinheid, noch met bedrog. Maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het evangelie zal toebedrouwd worden, alzo spreken wij, niet als mensen behagende, maar Goden, die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, noch met enig bedeksel van gierigheid. God is getuige. Noch zoekende eer uit mensen, noch van u, noch van anderen, hoewel wij u tot last konden zijn als apostelen van Christus. Maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert. Alzo wij, tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaan en willen meedelen, niet alleen het evangelie Gods, maar ook onze eigen zielen, daarom dat gij ons lief geworden waart. Want gij gedenkt, broeders, onze arbeid en moeite, want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het evangelie Gods onder u gepredikt. Gij zijt getuige, en God, hoe heiliglijk en rechtvaardiglijk en onberispelijk wij u die geloven geweest zijn. Gelijk gij weet hoe wij een iegelijk van u als een vader zijn kinderen vermaanden en vertroosten. En betuigden dat gij zou wandelen waardelijk Goden, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt. Niet als der mensen een woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der gemeente Gods, die in Judea zijn, in Christus Jezus, terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden, welke ook gedood hebben de Heer Jezus en hun eigen profeten, en ons hebben vervolgd en Goden niet behagen, en allen mensen tegen zijn en verhinderen ons te spreken tot de heiden, dat zij zalig mochten worden, opdat zij allen tijd hun zonden vervullen zouden. En het toorn is over hen gekomen, tot het einde. Maar wij, broeders, van u beroofd geweest zijnde, voor een kleine wijle tijds, naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons te overvloediger benaastigd om uw aangezicht te zien, met grote begeerte. Daarom hebben wij tot u willen komen, immers ik, Paulus, eenmaal en andermaal, maar de Satan heeft ons belet. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. Tot zover. Ontzettend veel heeft Paulus hier weer gezegd.
We hebben daar twee teksten bij. En dat is uit de gemeentes vandaan. Eerst Openbaring 2, vers 10. Openbaring 2, vers 10. Vooral het B-gedeelte. Maar A lezen we natuurlijk ook even. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in een gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. En waarom hebben ze een verdrukking van 10 dagen? Omdat ze Gods wet hielden. Zijt getrouw tot in de dood. En dan komt ook de beloning. En ik zal u geven de kroon des levens. Geweldig. En Openbaring 3, en daar van vers 11. Openbaring 3, vers 11. Zie, ik kom haastelijk. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Twee kronen. Hoe zit dat precies? Wat bedoelt Paulus in die Thessalonicenzenbrief? Gaan we straks met z'n allen bestuderen, zoals de Heer wil. Met zijn genade. Want dat hebben we wel nodig natuurlijk, want het is ontzettend belangrijk dat we de Heilige Geest weer straks ook gaan afsmeken. Dat de Heer ons wil vertellen wat er bedoeld wordt. Maar we gaan eerst een psalm zingen. Psalm 48, vers 5. Psalm 48, vers 5. En daar staat, dat Sionsberg weer galm. Van vreugd laat Juda's dochters zijn verheugd. Juda's dochters, Berg Sion. Eindtijd, Daniël 11, vers 4 of 5. Laten we eerst zingen Psalm 48, vers 5 met z'n allen. Ja, en wat moeten wij? En stout verduren al geweld, opdat gij het aan uw kroost vertelt. Wij moeten dat geweld, wat over ons komt, weten te verduren. Daar zullen we straks komen spreken, juist in die Smyrna gemeente, zoals de Heer wil. Maar we willen eerst samen God zoeken in gebed, om verlichting van de Heilige Geest, dat we heel goed kunnen en mogen begrijpen wat God met u en mij voor heeft. Juist in die tijd die komen gaat. Dat hij ons verstand wil verlichten. Dat we gaan begrijpen wat ons te wachten staat. En ik zeg wel eens vaak, als we dat weten. Weten wat ons te wachten staat, dan zijn we er beter op voorbereid. Laten we God zoeken in gebed.
Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, we komen voor uw heilige aangezicht om u te danken. Te danken, lieve Vader in hemel, dat u ons weer hebt geroepen op deze dag. Dat we uw woord weer kunnen en mogen onderzoeken. We willen graag elke dag die heiligheid verstaan. Dat die dieptes Gods tot ons door mogen dringen, die u ons openbaren wilt. In eeuwigheid kunnen we nog veel meer begrijpen, maar het is nu ook heel belangrijk dat we verstaan. Dat we een kroon hebben te winnen en een kroon hebben te verliezen. Vader in de hemel, u wilt het ons openbaren. U wilt ons laten zien wat er in het verleden is gebeurd. U wilt ons laten zien wat Paulus ons heeft willen bekendmaken, wat er staat te gebeuren. Wat Johannes ons heeft willen bekendmaken, wat er staat te gebeuren. Allemaal door uw Heilige Geest, door uw kracht, lieve Heer Jezus. Zo zijn wij bij elkaar gekomen. Dat we dat toch alstublieft mogen verstaan. En het serieus nemen, hetgeen wat u ons hebt verteld. U hebt ons een belofte gegeven, dat we een kroon kunnen winnen. Maar u hebt ons ook gewaarschuwd dat er een kroon is te verliezen. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u ons bemoedigt. Dat heilige engelen kronen voor ons klaarmaken. Heren, opdat wij die mogen dragen, tot in alle eeuwigheid, niet voor te stellen. De gehele hemel is betrokken met het werk wat hier op aarde gebeurt. Alle engelen zijn betrokken met het werk wat hier op aarde gebeurt. U, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, willen alles doen om ons hier te bevrijden van deze wereld. Helpt u ons dat we het mogen zien, dat we het mogen verstaan. Want de verdrukking, de crisis is zeer nabij. Of is al aanwezig. Dat we kracht mogen putten uit uw woord. Open daarom alstublieft ons verstand. Kom met uw Heilige Geest over ons. Bij de mensen thuis, hier. Dat uw Heilige Engelen ons mogen bemoedigen. En die kracht mogen voelen van uw persoonlijk, lieve Vader in hemel. Dat bidden we van u om Christus Jezus, onze geliefde Heer, in naam. Amen. We gaan Gods woord weer onderzoeken. En alvorens we daarmee beginnen, wil ik toch even een kleine herhaling doen. Even opfrissen. Wat weten we nog van de vorige keer? Wat hebben we besproken? Dat alles wat in die Thessalonicenzen brief gebeurt, wij en gij, weten wij. Gij die uit die Chartecumene kerken komt en wij die die boodschap moeten brengen, staat overduidelijk vermeld. Dat al die gemeenten vanaf 34 na Christus tot en met onze tijd, 7 gemeenten komen allemaal weer terug in onze tijd. Dus als wij de Thessalonicenzenbrief gaan openen en gaan lezen, dan weten wij wat er staat gebeuren. En als wij weten dat die 7 gemeenten weer terugkomen in onze tijd, dan kunnen wij ook weer de link leggen tussen de Thessalonicenzenbrief en de 7 gemeentes. Dus als we dat verstaan, dan moeten wij daar iets uit kunnen halen. Het belangrijkste wat we in het begin gaan lezen, moet je even meenemen, is als het ware een enorme bemoediging voor de gemeente. En waarom vertelt Paulus dat? Waarom? Omdat hij weet waar die gevaren liggen. Die druk, die komt ook bij die Thessalonicenzen. En ik heb al eens eerder gezegd, als wij weten wat er gebeurt, dan kunnen we ons daarop voorbereiden. Zo ontzettend belangrijk. Ik zeg wel vaker, als er iets achter u gebeurt, weet u het niet. En als er dan iets gebeurt, dan schrikt u, dat zeggen we wel eens, ons wezenloos. Met zo'n uitdrukking. Waardoor komt dat? Omdat we niet achter ons kunnen kijken. Als iemand voor ons iets doet, wat dan? Dan kunnen we dat zien, dan kunnen we ons defensief opstellen, of wat we dan ook maar doen, of weglopen, of hoe het ook zij, we kunnen ons toch een heel klein beetje nog voorbereiden. Kan maar milliseconden zijn misschien, maar er is een kleine voorbereidingstijd. En wat moeten wij dus eigenlijk doen? Willen wij weten wat in de toekomst staat gebeuren, dat we een beetje terug moeten gaan kijken. En dat doen we dus nu, in de Thessalonicenzenbrief. Wat speelde zich daar af? Wat speelde zich af in de Smyrna-tijd, want daar gaan we nu expliciet over spreken. En wat speelt zich af in
onze tijd. Dus wij kunnen heel goed voorbereid zijn in hetgeen wat wij lezen. Voor onze zeven hervormingsperiode. Daar gaat het om. Daar kunt u natuurlijk ook nog een keer de drie Israëls bij pakken. Het letterlijke Israël, het geestelijke Israël en het moderne Israël. Maar wij hebben nu heel specifiek gaan we meer de details in. En vooral, er zijn twee kronen te winnen. En er is ook een kroon te verliezen. Al kan u dit alvast vertellen, zijn twee kronen zijn dezelfde kronen. Dus dat is makkelijk. Maar die kunnen we wel op een verschillende manier bemachtigen. En daar gaat het om. Twee dezelfde kronen, maar op een verschillende manier wordt die bemachtigd. Wij gaan gewoon lezen en dan gaan we dat allemaal wel zien. Het eerste stuk is overwegend eenvoudig. Dus bemoediging voor ons. Hoe Paulus en Silvanus en Timotheus daarvoor stonden. Dus ook die afgodendienst hebben we vorige predikatie allemaal begrepen en gehoord. We gaan lezen vanaf 1 Thessalonicenzen 2 vers 1. Vers 1. Want gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u, dat hij niet ijdel is geweest. Ijdel, trots, zelfzuchtig, mag u alles voor invullen. Maar hoewel wij tevoren geleden, dus dat komt de eerste keer al, geleden hadden. En ook ons smaadheid, dat is de tweede keer al, smaadheid aangedaan was. Gelijk gij weet, dus let op, ze zijn volledig op hoogte, te Filippi. Zo hebben wij nogthans vrijmoedigheid, ze blijven in die vrijmoedigheid van de Heer. Dat moet even duidelijk zijn natuurlijk. Er wordt ons ook smaadheid aangedaan in die eindtijd. Maar blijven die vrijmoedigheid die woorden van de Heer herhalen en zeggen natuurlijk. Zo hebben wij nogthans vrijmoedigheid gebruikt in onze God. En onze God die helpt ons. Om het evangelie van God tot u te spreken. In veel strijd. Ze hebben enorm veel strijd daar. En dan komt een belangrijk stukje. Nogmaals, die vermaning zit daar ook weer in. Vers 3. Want onze vermaning is niet geweest uit verleiding, let nu op. Nog uit onreinigheid, nog met bedrog. Dus ze zijn enorm zuiver geweest in het vertellen van hoe die situatie zich heeft voorgedaan naar hun toe. En hoe zij daar ook toe zijn gekomen zonder bedrog en zonder verleiding. Dus rein. Vers 4, maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest. Let op, die Thessalonicenzen, wij in die eindtijd worden ook enorm beproefd. Ook diegenen die uit die Chatukemenekerken wegkomen, daar wordt nadrukkelijk op gewezen. Gij, weet u nog, gij diegenen uit die Chatukemenekerken wegkomen, elf uur werkers. Dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij niet als mensen behagende, maar goden die onze harten beproeft. Overduidelijk. We willen eerst eens naar Bijbelcommentaren. Pak toch een stukje Bijbelcommentaren altijd weer bij. Want als wij bladzijde 479. Bijbelcommentaren bladzijde 479. Want als wij beproefd worden, ja, dan gaat er wel wat in ons gebeuren. En die oprechtheid is zo ontzettend belangrijk. 479. En daar wil ik ook vooral voor u bijpakken. Toch even als extra. Bladzijde 478. Klein stukje. En dan helemaal onderaan. Eerst alinea van onderen. Bladzijde 478. Zaad van zelfverheerlijking brengt beslist, heb ik erbij gezet, verkeerde oogst voor. Dat even mee te nemen. De vormen van ongeloof zijn heel verschillend. Want Satan let op elke gelegenheid om enkele van zijn eigenschappen aan te wenden. Dus in u te brengen. Dat moet je even meenemen. In het natuurlijke hart is de neiging om trots of opgeblazen te worden als succes volgt op de gedane inspanning. Dus succes, opgeblazenheid. Misschien weet u dat nog. Zendingswerk, opgeblazenheid, niets meer voor God gedaan. En dan verder, maar in het werk van God is geen plaats voor zelfverheffing. Bladzijde 479 van Bijbelcommentaar.
hoe uw intelligentie ook mogen zijn, hoe oprecht en ijverig u ook werkt, u zult verliezen als u geen afstand doet van uw eigen neigingen tot trots. En zich niet onderwerpt om u door Gods geest te laten leiden. Nou, daar komt nog hele pijnlijke dingen, de kleinste zonden en besmeurd met zelfverheerlijking. Mag u zelf nog eens doorlezen? Dan wil ik even naar beneden toe, want daar draait het om. Helemaal onderaan. Eerlijkheid en politiek. Dat is ongeveer de 2, 4, 6, 8, 10e regel van onderen. Eerlijkheid en politiek. Harmoniëren niet met elkaar. Hetzij dat politiek ongeschikt wordt gemaakt en waarheid en eerlijkheid de leiding nemen. Ofwel, politiek neemt de teugels over en eerlijkheid houdt op spontaan te zijn. Die kent u misschien nog van bladzijde 89 bij het commentaar. Staat die ook op zo'n soort manier. Beiden kunnen niet samen optreden. Ze kunnen nooit met elkaar in overeenstemming zijn. Als God ons tot zijn edelstenen maakt, en dat willen we, tot zijn edelstenen, want wij willen die kroon des levens hebben, der eeuwigheid, zullen zij, die waarachtig, oprecht en eerlijk zijn, tot zijn uitverkorenen behoren. Dus 144.000 uitverkorenen, maar ook die uitverkiezing die als laatste nog uit die Chatukemenenkerken wegkomen. Tot zijn schatten, zegt God erachter. Engelen bereiden kronen voor de zulken. En licht van Gods troon zal in al zijn heerlijkheid weerkaatst worden in deze met sterren bezette diadeem. Geweldig. Engelen bereiden kronen voor u en mij dat we die mogen dragen. En dan lezen we verder op een volgende bladzijde, 480. Beschermer en wreker. Als het uitdagen van Gods wet vrijwel universeel is, als zijn volk door hun medemensen onder druk wordt gezet, en daar spreken we juist over in de Thessalonicenzenbrief, zal God tussen beiden komen. Let op, heel mooi. Dan zal de stem worden vernomen uit de graven der martelaren. Voorgesteld door de zielen die Johannes zag, die gedood waren om het woord Gods in het getuigenis van Jezus Christus, dat zij vasthielden. Dan zal het gebed van elk waarachtig kind van God opstijgen. Het is tijd voor de Heere om te handelen, want zij hebben uw wet verbroken. Waarom past dit hier zo geweldig mooi bij? Als u de Bijbel erbij pakt en we gaan naar Openbaring toe, Openbaring 6. Het is heel interessant wat er nu allemaal bij elkaar komt. Vers 11, Openbaring 6 vers 11. En aan hen ieder werden lange witte klederen gegeven, kleed van gerechtigheid. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn. Die gedood zouden worden, gelijk als zij. Die gedood zouden worden, gelijk als zij. Martelaren dus. Dus we spreken echt over martelaren. Dan neemt zuster Wijd dat ook heel ernstig mee voor die tijd. Dus door hun medemensen verdrukt worden, dat speelt zich hier af. Gaan we terug naar 1 Thessalonicenzen 2... Want onze vermaning is niet geweest uit verleiding, nog uit onreinigheid, nog uit bedrog. Vers 3. En dan, maar gelijk wij, en dus u ook, gij, van God beproefd zijn geweest dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden. Alzo spreken wij niet als mensenbehagende, pas dus nu op. Wij moeten dus letterlijk zeggen, dat zeggen we dus nu ook en dat hoort u nu ook. Niet als mensenbehagende, maar Goden die onze harten beproeft. En hoe worden de harten beproefd van mensen in die eindtijd? We worden met de dood bedreigd. En we zijn geen vleiers, mensenbehagers. Zo ontzettend belangrijk. Wie is die grote vleier? Want we spreken nog steeds over die eindtijd. En die vleier, die komt weer. Gaan ze naar Daniël 11. Let op, we zitten dus in die eindtijd. We zitten dus met het Vaticaan, die Nicolaïten Vaticaan, pausdom.
Maar Daniël die spreekt heel duidelijk over die vleierijen. En van wie? Van de dromen. Daniël vers 21, daar begint het al. Ik zal hem even helemaal lezen, maar staat achterin. Weet wel dat die scheurmakers, begint bij vers 14 van Daniël 11, daar starten de koning van het noorden, daar is het al het keizerlijke Rome. Neemt u dat even mee. Dus we zitten in de tijd van het keizerlijk heidens Rome. Vers 21 van Daniël 11. Daarna zal er een verdachte in zijn staat staan, de welke men de koninklijke waardigheid niet zal geven. Doch hij zal in stilheid komen en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen. Ziet u dat? Vleierijen. Dan begint Rome al te vleien. Maar dat is nog niet genoeg, want Daniël vers 32, ziet u dat weer. En die goddelooslijk handelen tegen het verbond. Kijk, dat verbond, goddelooslijk handelen tegen het verbond. Welk verbond? Het verbond van God tussen u en mij. Zal hij doen huigelen door, waardoor? Door vleierijen. Dus u bent gewaarschuwd, dit is het pauzon, door vleierijen. En als dat nog niet genoeg is, dan ziet u nogmaals in vers 34, als zij nu zullen vallen, zullen zij met een kleine hulp geholpen worden. Doch velen zullen zich door, waardoor vleierijen tot hen voegen. Dus pas nu op. U moet zich niet in die vleierijen begeven. Door die beproevingen komen er ook vleierijen. Die horen bij elkaar. Kom maar bij ons. Wij doen jullie niets hoor. Misschien herkent u dat nog. Op schoolplein. Ik weet dat nog heel goed, al die jongens waren altijd aan het vechten, ik vond het allemaal maar niks altijd, maar dan zeiden ze tegen me, kom dan bij ons, hoor, wij doen niets. Dan werd er gevleid. Er werd soms een snoepje gegeven, of dan hoor je ook bij ons en dan ga ik vanmiddag ook met je spelen. Herkent u dat nog een beetje? Dat is vleierij, dat is in wezen niet eerlijk, dat is iemand manipuleren. En dat is Satan zijn truc, om te manipuleren. En daar waarschuwt Paulus hiervoor, want wij krijgen druk op ons en dan is het heel makkelijk om vleierij te gaan geloven. En dan wil ik u nog zo'n voorbeeld geven uit de Romeinenbrief, want we kunnen straks vrij vlot dat doorlopen. Uit de Romeinenbrief, en wel over Romeinen 16 vers 17 en 18. Romeinen 16 en dan de versen 17 en 18. Dan begint hij al, ook met ergernissen. En ik bid u, broeders, neem acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer. Die gij van ons geleerd hebt en wijk af van dezelfde. Want de zulken dienen onze Here Jezus Christus niet, maar hun buik. En verleiden door, waardoor door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Mensen die dat niet doorhebben. Slijmerijen komen eraan. Kom maar bij ons. Als je die zondag nu houdt, dan kun je wel bij ons komen. En wij hebben zo, moest kijken, zo'n mooie kerkdienst hebben wij. Dan blijf je toch niet bij hun zitten op zo'n sabbatdag. Heb je allemaal vervolgingen. Voelt u hem aankomen? Eén moment. En ingaan op die vleierijen. We hebben ze nu menigvuldig gelezen. En dan mag u zelf Colossenzen 2 vers 4 plus 23 nog een keer lezen. Of de Galatenbrief. Pas op. Wij gaan eens verder. Want wij hebben nooit met pluimstrekende woorden omgegaan. Gelijk gij weet, nog met enig bedeksel van gierigheid. God is getuige. Dus overduidelijk hebben we behandeld. Nog zoekende eer uit mensen. Pas op. Zelfzucht hebben we net gelezen. Nog zoekende eer uit mensen, nog van u, nog van anderen, hoewel wij u tot last konden zijn, als Christus, als apostel. Natuurlijk last, ook financiële last. Ja, wij prediken voor u, dus wij moeten ook financieel ondersteund worden. Dat had Paulus recht op, maar dat deed hij niet. Want er was maar één ding wat belangrijk was, dat woord bij hun aankwam. Dat is het allerbelangrijkste. Dus
weet wat God tegen u en mij zegt. Pas op die vleierij. En hou u staan. We hebben er eerder ook al over gesproken, over staat en kerk. Hou dat gescheiden voor uzelf. Ja, want ik heb iets voor u gedaan, dus flauw wat terug. Dan zit u al in die val. En dan vers 7 van 1 Thessalonicenzen 2. Maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert. Melk geven, ziet u dat? Komt daar ook een beetje uit. Alzo wij, dat u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen meedelen, niet alleen het evangelie van God, maar ook onze eigen ziel. Daarom dat gij ons lief geworden waart. Want gij gedenkt, broeders, onze arbeid en moeite. Want nacht en dag werkende, ziet u dat? Dag en nacht zijn ze voor hun bezig geweest, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn. Ze hebben in hun eigen onderhoud voorzien. Hebben wij het evangelie van God onder u gepredikt. Volop arbeid, ook nog handenarbeid, om onszelf te onderhouden. Belangrijk dus voor eindtijd, dat we onszelf ook kunnen onderhouden. Neem dat mee voor uzelf. Toont hier heel duidelijk uit. Probeer er alles aan te doen om u te onderhouden. En eten en drinken enzovoort. Voor wat God dat ook mogelijk heeft gemaakt voor u. En dan vers 10. Gij zijt getuige. En God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij u die geloofd geweest zijn. Dus, ze zijn onberispelijk, rechtvaardig en heilig. Paulus zegt hier, ja, wij zijn heilig voor u. Wij hebben geen verkeerde dingen gedaan. En dat was hij ook. Paulus, en wij, zegt hij, gij zijt getuige, dus Silvaans en Timotheus erbij. Drie broeders. Vers 11. Gelijk gij weet hoe wij een ingelijk van u als een vader zijn kinderen vermaand en vertroost. Komt hij weer. Daar moet wel vermaning en vertroosting bij. En nu gaan we eens kijken. Nu nemen we u alvast een beetje mee waarin. In de openbaringbrief. Dat u dat gaat lezen. Openbaring 2. En houdt u de Thessalonicenzenbrief bij de hand. We gaan Openbaring 2 lezen. En dan vanaf vers 8, de Smyrna gemeente. En ik schrijf aan den engel der gemeente, van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. Jezus Christus, weten wij. De eerste en de laatste. Zoals de Heer is begonnen, in dit geval de vijfde hervormingsperiode, waar wij nu over spreken, Thessalonicenzen met Paulus. Zo is de Heer Jezus ook de laatste voor onze tijd. Daar staat het overduidelijk weer. En wat zegt de Heer dan in vers 9? Ik weet uw werken. Lieve broeders en zusters, God weet uw werken. En verdrukking. Kijk, daar spreekt Paulus dus ook over. U ziet, ik heb mijn Bijbel zo al liggen, dan kan ik direct teruggrijpen. Veel beproevingen, strijds, geleden, smaadheid. Dat hebben we allemaal gelezen. Dus hier staat overduidelijk. Ik weet uw werken en verdrukking in vers 9. En armoede. En daar komt een geweldige mooie zin. Een uitgesproken zin. Doch gij zijt rijk. Ja, zeggen wij, hoe kan dat nou? Het is armoede en verdrukking en ellende. En gij zijt rijk. Ja, rijk in de Heer. Geestelijk rijk. Ik zeg wel eens vaker tegen mensen. Zit ze maar vaker aan te kijken. Ik ben de rijkste man van de hele wereld. Nou, dan denk je, hoe kan dat nou? Ja, ze denken gelijk aan geld. Nee, geestelijk. Ik mag dat geweldige verlossingsplan van de Heer Jezus begrijpen. Is dat niet geweldig? Dat is een rijkdom, dat mag u ook. Kunt u ook krijgen. Om niet, zegt de Heer, als we avondmaal met hem gaan houden. Laodicea. Dus, doch gij, die uit die schattelijke menenkerken komen, zijt rijk. En de lasteringen dergene die zeggen dat zij Joden zijn, lees nou eens even Sint-Nazatvertisten. Die vleierijen, die schijnheiligen, die schattelijke menenkerken, je kunt ze nu bijna pakken, want juist binnen die schattelijke menenkerken zitten heel veel vleierijen.
En ook binnen Gods laatste volk helaas. Maar u zult in die eindtijd merken dat die 144.000 heel duidelijk gescheiden zijn van die lasteraars. Die broederhaters binnen die adventgemeente. Helaas moeten we dat noemen, maar het is een feit. Zuster Wantje spreekt er veelvuldig over. Hebben we ook voorstudieën gedaan in vorige predicaties. Want daar staat in vers 9 in het midden dat zij Joden zijn. En zijn het niet. Maar zijn een synagoge des Satans. Dat is niet best. Dan zult u zeggen, een synagoge des Satans? Hoe ver gaat dat? Nu neem ik u een hele stap verderop mee. Naar Openbaring 3, vers 9. Want Openbaring 3, vers 9, of beter gezegd vanaf vers 7 tot en met vers 13, dat is de Philadelphia gemeente. En die Philadelphia gemeente is Gods volk. Die Philadelphia gemeente is vanaf 1840, 1863 Philadelphia gemeente. Daarna was het al Laodicea. Als u zegt, ja, Joden, die, wat we hebben gelezen, die des Satans zijn, uit de synagoge des Satans, want dat lazen wij zo pas, in Openbaring 2, vers 9, dan lezen we nu precies in Gods volk, in vers 9, zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans. Kijk, die komen dus echt binnen Gods volk. Degene die zeggen dat zij Joden zijn. Kijk, daar ligt die link al. Dat zij Joden zijn. Precies hetzelfde wat in die Smyrna-tijd gebeurde. En zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen. Zij, die komen straks, zullen komen en aanbidden voor uw voeten. En bekennen dat ik u lief heb. U, 144.000. En gij uit de Chateaukemene kerken. Want die verschillen zullen zo enorm groot zijn. Hier staat heel veel in. En nogmaals, ik blijf zeggen, doe die studie van Openbaring. De basisserie van zijn boodschap in Openbaring. Ziet u direct hoeveel verleidingen er waren met Diocletian. Met onvoorstelbaar die 10 jaar verdrukking. Komen we nog op. In die Smyrna tijd. Vers 10. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Ziet u, komt het weer in het lijden. Deze gemeente had zoveel verdrukking. Daar kwamen die martelaren uit. Dus Openbaring 6, daarvoor, zien we ook die martelaren. Ook in de Thyatira gemeente. Maar een kleine tijd rusten stond daar, totdat ook de laatste martelaren erbij zijn. En wat kunnen we nu constateren? Ik zal hem even verder lezen. Op voorhand vertel ik het u wel. Wat constateren we nu? Dat in die eindtijd vele martelaren zullen zijn. Zuster Wijd spreekt daar letterlijk over. Maar dan had de bladzijde 199 vele martelaren. Dus we lezen nu de eindtijd, martelarentijd. Ik zal hem nogmaals voor u oplezen, vers 10. Vrees geen de dingen die gij lijden zult, ziet. De duivel zal enige van u in een gevangenis werpen. Opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben, waarvan? Van 10 dagen. Dus 10 jaar is dat geweest toen. Die verdrukking van Diocletian. Zijt getrouwd tot den dood. En ik zal u geven, wat zal u krijgen? De kroon des levens. Aha. Dus u krijgt een kroon des levens. Als u als martelaar voor Jezus Christus sterft. Overduidelijk. Ja, maar wat is dan die andere kroon? Het zijn dezelfde kroon. Maar er is nog een kroon, heb ik u verteld. Dit is de eerste kroon. En we zullen dat straks ook aan het eind lezen, hoor. Let op in Thessalonicenzen een brief. Maar we willen eerst een stukje openbaring doen. De eerste kroon, martelarenkroon. Overduidelijk. En dan openbaring 3, vers 11. Wat lezen we daar? Direct na wat we zo pas hebben gelezen. Openbaring 3 vers 11. Zie, ik kom haastelijk. Houd dat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Ziet u dat? In elke tijdsperiode is dit geschreven. En dat komt weer terug in de eindtijd. Philadelphia gemeente. Het zijn 144.000. Die levend Jezus Christus mogen zien.
En die krijgen dus ook een kroon. Dus allemaal dezelfde kroon, maar wel op een andere manier bereikt. De ene als martelaar en de andere als wij, 144.000. En de andere misschien wel als gij, die uit die Chartukumenekerken komt. En als we dan verder lezen in Openbaring 2, dan zien we ook heel duidelijk wat God bedoeld heeft, waar hij voor waarschuwt. Vers 11 in Openbaring 2. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Let nu op. Ook vanuit die Thessalonicenzenbrief vandaan. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Dus getrouwd tot de dood zijn, stond in vers 10, laatste regel. En ik zal u geven de kroon des levens, gedood. En diezelfde zullen van de tweede dood niet beschadigd worden. Vers 11. Dat is het. Dus op een bepaald moment zullen er vele martelaren zijn. En als u zegt, ja, maar ik wil niet sterven voor de Heer. Bent u dan wel in Christus? Ik weet ook niet wat mij overkomt. Echt niet. Ik kan wel moeten sterven voor Christus. Lieve Heer Jezus, als dat in uw wijze raad besloten is, dan leg ik mij daar neer. Dan sterf ik. En zo moeten wij denken. Wij zijn toch in Christus. Wij gaan die tweede dood niet meer in. Laat dat een hele belangrijke bemoediging voor u zijn. Goch, maar goch tijd. Wij staan op. En nog mooier, als u denkt, ja, klopt dit allemaal wel. Nog mooier, Openbaring 20 vers 4, dan pakken we er even bij. Twee kronen hebben we. Gaan we eerst naar Openbaring 20 vers 4, om het nog even heel duidelijk te zeggen dat er vele martelaren zullen zijn. Openbaring 20 vers 4. Smyrna gemeente. Smyrna gemeente, ook in onze tijd. Dus hier Smyrna gemeente, 100 na Christus tot 313 na Christus en na de zondagswet, Smyrna gemeente. En dan Openbaring 20 vers 4. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis, kijk, we zijn getuigen hè, van Jezus en om het woord Gods. En die het beest, let op, het beest, wanneer is dat beest daar? Pausdom. En dezelfde beeld, Amerika maakt een beeld voor het beest, niet aangebeden hadden. Dus die valse rustdag, zondag werd. En die het merkteken, dat is het merkteken, zondagsviering, niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koning met Christus de 1000 jaar. Dus, dat beeld is daar wel duidelijk naar voren gekomen. En het merkteken. En het merkteken is pas gegeven na de zondagswet. Dus dat zijn velen die, en wat zijn ze? Die onthoofd waren om de getuigenis. Martelaren dus. En hoe dat precies zal gaan, daar gaat het even niet om. We kunnen op wat voor manier om het leven gebracht worden. En nu gaan we naar Openbaring 14 vers 12. Die kent u. Dus we hebben twee kronen, nogmaals, dezelfde kronen, op een andere manier bereikt. Smyrna gemeente, Philadelphia gemeente. Smyrna gemeente, martelaren. Smyrna gemeente, martelaren, laat ik dat zo uitleggen. Philadelphia gemeente, 144.000, ziet u dat? Beiden krijgen ze een kroon, maar wel met een andere aanloop, als ik het zo mag uitdrukken. Is iets van tevoren iets anders gebeurd, maar ze krijgen beiden een kroon. En dat vinden we weer in die drie engelenboodschap periode weer terug. Dus Openbaring 14 is de drie engelenboodschap periode. Gaan we niet helemaal herhalen, maar op het eind, wat staat er op het eind aan het gebeuren? Openbaring 14 vers 12, dat is die Philadelphia gemeente, die levende. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden gods bewaren in de kloof van Jezus. Dat zijn 144.000. En dan komen die martelaren aan bod. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot me zei, schrijf, zalig zijn de doden die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. En hun werken volgen met hen. Waar vonden we dat? Rusten mogen, Openbaring 6, vers 11. Gaat u maar mee met mij, Openbaring 6 vers 11. En aan hun iegelijk werd een lange witte kleding gegeven, kleed van gerechtigheid. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden.
We hebben twee kronen. Welke kroon we krijgen, maakt even niet uit. Toch? Ja, we willen allemaal bij de 144.000 door. We willen allemaal leven. Zij, als Jezus Christus terugkomt. Maar God heeft voor u een bestemming. En voor mij een bestemming. En daar moeten we niet aan torsen. Daar moeten we niet aan wrikken. Natuurlijk, u hebt keus. Welke periode leven we nu voor de zondagswet? Hebt u keus binnen Gods volk? Na de zondagswet worden de zaken heel anders. Voor Gods volk zin, daar staat het tussen. Dus we zien heel duidelijk die kleine tijd rusten, gedood worden. Onvoorstelbaar komt allemaal weer terug. Wat we nu ook in Openbaring 6 hebben gelezen. En we hebben dus in Openbaring 2 hebben we Smyrna-gemeente, de martelaren. En in Openbaring 3 hebben we de Philadelphia-gemeente, de 144.000. En dat kunnen we ook allemaal bewijzen. De sleutel Davids, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Dat is allemaal met het heiligdom te maken. Dat mag u nog allemaal nalezen. Ze krijgen ook een nieuwe naam. Drie namen. En nu verder. En toen, wat gebeurt er dan allemaal? In die Thessalonicense tijd, ook beter gezegd, in onze tijd, dat hebben we nu allemaal begrepen. Die verdrukking, pas op die slijmerijen en die vleierijen. Ik noem het hard, maar het is echt zo. Let op dat ze u niet in die kerken lokken. Kom maar bij ons. Wij hebben zondagviering. En natuurlijk, de Satan komt als een engel des lichts. En die gaat u nog wel even wijsmaken dat u natuurlijk zondag moet houden. Kunt u het invullen wat er dan gebeurt? Pas nu op, zegt Paulus. Hij komt als een engel des lichts. Ja, Paulus waarschuwt hier de Thessalonicens. En dan gaan we verder met vers 10. 1 Thessalonicens en 2 vers 10. Hebben we al gelezen, maar die pakken we er nog even bij. Gij zijt getuigen. Komt dit weer, die getuigen. En God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij u die gelooft geweest zijn. Gelijk gij weet. Hoe wij, een iegelijk van u, als een vader zijn kinderen vermaanden. En vertroosten. Ik vermaan u dus ook. Absoluut, let op. Pas op die vleierijen en die slijmerijen, die schijnheiligheid. En betuigende dat gij zoudt wandelen waardiglijk goden, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Geweldig mooi. Koninkrijk, als je dat een beetje analyseert, koninkrijk en heerlijkheid. Heerlijkheid is interessant wat zuster Waard ook zegt. Diegenen. Even meenemen. Diegenen die drie engelboodschap hebben gebracht. En de Sabbat hebben gehaald. Juist in die eindtijd. Die zullen in die vooropstanding zijn. Eerst geschriften helemaal achteraan. Heb ik in de studie allemaal behandeld. Maar het is ontzettend interessant. Dat diegenen die ook die martelaren dan zijn. Die zullen Jezus terug zien komen op de wolken des hemels. Vindt u dat niet geweldig? Dus echt terug zien komen op de wolken des hemels. Voordat die grote massa aan oprechte kinderen wordt opgewekt. Dus neem hem voor uzelf mee. Hele mooie studie. Zie. Zijn boodschap in Openbaring, verdieping 1, Gods volk. Veel in uitgelegd. En ook nog zijn boodschap in de profetie in verdieping 1. Dus heerlijkheid, kleine vooropstanding zit daar nog bij. Vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt. Niet als der mensenwoord, kijk, zij namen dat niet aan als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is, zo het hoort, als Gods woord. Kijk, interessant als u dat weet. We gaan even naar Handelingen 17 vers 13. Ik wil u toch een kleine opstap daar meegeven. Want die Thessalonicenzen, die waren goed bezig, maar dat was nog iets. Vers 13, van Handelingen 17. Handelingen 17, vers 13. En dan wil ik even bij 11 beginnen, want dan komen we er beter in. In principe moeten we ook nog 10 lezen. Laten we naar de 10 lezen, dan lezen we tot en met 14. Dan hebben we dat hele stukje even compleet. Vers 10 van Handelingen 17. En de broeders zonden terstond desnachts Paulus en Silas weg naar Berea.
welke daar gekomen zijn, gingen heen naar de synagoge der Joden. En deze waren edeler, dus die Bereërs, Berea, edeler dan die te Thessalonica waren. Dus die waren nog edeler, want als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoeken het dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Het is een heel mooi voorbeeld voor de 144.000 natuurlijk, die Bereërs. Dagelijks aan het onderzoeken, klopt dit en hoe zit dit en wat bedoelt de Heer? En dan bent u dagelijks bezig. Dat zijn ook die 144.000. Dus dan ziet u ook dat die Thessalonicenzen, die brief ook, gij, dat zijn niet die dagelijks onderzoekers. Wel oprechte mensen, maar niet die dagelijks onderzoekers. Hier wordt direct al een onderscheid aangebracht. Door Paulus dus al. Zonder dat hij het weet misschien, maar het is ook voor die eindtijd bedoeld. In die zin, voor de eindtijd bedoel ik dat. Hij weet natuurlijk wel wat hij hier schrijft, maar voor de eindtijd. Vers 12. Velen dan uit hen geloofden en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. Dus weer die vrouwen, hè? Die hebben Maria Magdalena als voorbeeld. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden, nou komt het. Die Joden, daar komt hij weer. Die zevende dag staat, het is die valse broeders, moet je even meenemen. Ook Joden waren toen in Thessalonica en ook die uit hun eigen gemeenschap komen, dat lezen we straks nog even, verstonden dat het woord Gods ook de Bereeën van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen. Die ze achtervolgden Paulus gewoon. Ze konden het niet uitstaan dat die waarheid werd gebracht. Is niet voor te stellen. En waarom? Want ze begrepen zelf die waarheid niet meer. Na de zondagswet kunnen die zevendaagse Adventisten die waarheid niet meer tot hen nemen. Dan zoeken ze naar het brood, dan kunnen ze het niet vinden. Dat geldt niet alleen voor diegenen die uit Babylon komen, maar ook voor de zevendaagse Adventisten. Amos 8 is dat. Laten we maar eens lezen. Amos 8. Belangrijk gegeven. Ik neem hem met opzet voor u mee hierin. Amos 8. Vers 12. Want daar staat het al. En zij zullen zwerven van zee tot zee en van het noorden tot het oosten. Zij zullen omlopen om het woord des Heren, ziet u dat, te zoeken. Maar ze zullen het niet vinden, te dien daar. Zullen de schone jonkvrouwen en de jongelingen van dorst versmachten. Die daar zweren bij de schuld van Samaria. Kijk, en zeggen, zo waarachtig als uw God vandaan leeft en de weg van Berseba leeft en zij zullen vallen en niet weder opstaan. Al na die zondagswet. Ze kunnen het woord niet meer vinden. Dus, als Gods woord dat ook werkt in u, die gelooft. Dus als we geloven, gaat Gods woord in ons werken. En dan komt hij al. Vers 14. Van 1 Thessalonicenzen 2. Want gij, broeders, zijt navolgers. Kijk, navolgers, gij zijt navolgers van wij. Gij uit de Chateau-Kemenekerken zijt navolgers van wij. Ziet u dat? Begrijpt u dat? Dat staat hier. En dat is de tweede keer al, want juist in 1 Thessalonicenzen 1 vers 6. En gij zijt onze navolgers geworden. Dus ze zitten op het goede spoor. Dank de Heer. En dan weer naar vers 14. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der gemeente Gods. En nou komt er iets heel moois. Die in Judea zijn, in Christus Jezus. Judea, wat is Juda? Juda is Gods gemeente. Sion, 144.000 in die eindtijd. Zevendaagse Adventisten nu nog, voor de zondagswet. Dus u ziet, overduidelijk, ze moeten navolgers worden van Juda. Sion. Daniel 11 vers 45. De heilige berg des sieraads. In Christus. Terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers. Kijk, nou komt het hele mooie erin. Want God zegt door Paulus dat zij ook geleden hebben van hun eigen burgers. Medeburgers. Welke medeburgers zijn dat? De Chateau-Kemenen. Zij komen uit die Chateau-Kemenen, ze hebben geleden eronder. U moet zich eens voorstellen dat iemand zegt binnen zijn familie, ja, maar ik ga doen wat God van me verlangt. Ik ga de Sabbat houden, ik hou die zondag niet meer. Want dat is geen
Een wettelijke rustdag. Dan krijg ik het merkteken van het beest. Ik heb dat verstaan. Nou, die worden verdrukt tot de met. Dat staat hier ook. Geleden hebt van uw eigen medeburgers. Medebroeders. Gelijk als zij van de Joden. Zij van de zevendaagsadventisten. Welke ook gedood hebben den Heere Jezus. Dus Joden. En het woord ook. We kunnen de Heere Jezus dus ook geestelijk doden door het woord niet meer te verkondigen. Binnen de zevendaagsadventisten gemeente. Niet die waarheid niet meer verkondigen. Dan verloochenen we Jezus ook. Niet letterlijk doden, maar verloochenen is hem ook doden. Hebben wij al geleerd in de geboden, derde gebod. En wat hebben ze nog meer gedaan? En hun eigen profeten. Nou, dat mag duidelijk zijn, de letterlijke Israëlieten hebben de profeten gedood. Maar uw mond mag u ook niet meer open doen binnen de adventgemeente. Dat is dus geestelijk doden. U kunt dat één op één weer invullen natuurlijk. Allemaal in die eindtijd, hè. En de meeste mensen denken, ja, maar dit is te veel voor de eindtijd geschreven. Nee, het is voor de eindtijd voor u en mij geschreven. Maar willen we het wel aannemen? Daar draait het om. Staat ons hart nog lopen. En ons hebben vervolgd, daar komt hij al. Wij dus, ons, 144.000 in onze tijd. En goden niet behagen en alle mensen tegen zijn, ze doen er alles aan. Want er is een jaloezie opkomst daar gekomen. Bij wie? Bij die laatste adventisten die waarheid niet hebben gekregen. En ook bij die medeburgers, ja, natuurlijk menen. Dus die hele wereld komt over ons heen. Dat mag duidelijk zijn. En wat gaan ze dan doen? En verhinderen ons te spreken tot de heidenen. Nou, in dit geval dus heidenen. Bij Paulus, ja, natuurlijk menenkerken in onze tijd. Dat zij zalig mochten worden. Opdat zij te alle tijden hun zonden vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen. Tot het einde. En dat bij zij kunt u een tweelijst zien. Zij, de zevendaagsadventisten, maar ook zij, de Sjatekemenenkerk. En dan gaat Paulus verder. Maar wij, broeders, van u beroofd geweest zijn, er komt u weer. Prachtig, voor een kleine wijle tijds. Nu gaan we weer even terug naar Openbaring. Openbaring 6. Openbaring 6. Vers 11. En aan hun eigenlijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. Dus die kleine rust, die kleine tijd, wat zich afspeelde na de 1260 jaren, want dat wordt hier bedoeld, die kleine tijd. Die zal zich straks ook weer afspelen wanneer, dit was het pauselijk Rome, zal zich ook weer afspelen bij het moderne Rome. Modernerom zullen die martelaren ook nog een kleine tijd moeten rusten. Het is exact hetzelfde wat in die 1260 jaar is gebeurd. 3,5 jaar keer 360 dagen is 1260 jaar. Het zal zich weer afspelen in onze tijd. Zo diepgaand schrijft Paulus hier al over onze tijd. Op eerlijk gezegd, God geeft hem dat in. U en mij in, door zijn Heilige Geest. Dus voor een kleine wijle tijd. En dan nogmaals, maar wij broeders van u beroofd geweest zijn voor een kleine wijle tijd, naar het aangezicht, dus ze konden hun niet meer zien, niet naar het hart, hebben ons de overvloediger benaarsticht om uw aangezicht te zien met grote begeerte. Dat zal straks ook gebeuren. Een kleine tijd zien we het aangezicht niet meer van die oprechte broeders die gevallen zijn, als een martelaar. Maar het is maar een kleine tijd. Bij die vooropstanding zullen ze allemaal opgewekt worden. Om Jezus Christus te zien. En dan zullen wij ze weer ontmoeten. Vrienden zullen elkander weer ontmoeten. Prachtig. Bij die 144.000 zullen die martelaren allemaal opstaan. Voordat Christus op de wolken des hemels komt. Juist ook in die zesde plaag. Nou, vers 18. Daarom hebben wij tot u willen komen. Immers ik, Paulus, eenmaal en andermaal. Maar de Satan heeft ons belet. Ja, God kan alles voorkomen. Echt. Satan heeft hun belet. Maar als God wou dat ze daar naartoe waren gegaan, even onder elkaar. Even duidelijk. Satan heeft hun belet en God heeft het toegestaan. Wat was er dan bijvoorbeeld niet, misschien niet geweest? De brieven. Aan Thessalonica, Jens.
Dit is het ergste toch nog met me eens. De Satan heeft hun belet. God had dat tegen kunnen houden. Heeft God niet gedaan. En wat doet Paulus? Die gaat schrijven. Of beter gezegd, Paulus, Silvanus en Timotheus gaan schrijven. Is dat niet geweldig? Die brieven hebben wij nu in de hand. En wij kunnen nu begrijpen wat Paulus schrijft voor onze tijd. Begrijpt u dat wat Paulus denkt, ja, de Satan heeft ons belet. Ik ben er niet blij mee. Waarom doet God dat? Die zal vragen hebben gehad naar God. Is niet oneerbiedig bedoeld, maar die zal gezegd, Heer, ik wil naar die Thessalonicenzen toe, want die hebben hulp nodig. Nou, zegt Paulus, dan moet ik me schrijven. Wij blij dat hij dat op heeft geschreven, want wij leren hiervan. Ziet u dat God alles bestuurt, zelfs als Paulus wel of niet naar de Thessalonicenzen mocht. En dan komt hij. Uw kroon, onze kroon. Want welke is onze hoop, of blijdschap, of kroon des roems? Daar komt hij. Welke kroon hebt u? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst, daar staat dat letterlijk, in zijn toekomst krijgen wij die kroon. Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. Heb ik al eens vaak gezegd. Het is geweldig als we zien dat mensen die geweldige mooie waarheden aannemen, die wij, u en ik, mogen verstaan. Die wij, u en ik, uit mogen dragen. Zij kunnen ook die kroon krijgen. U kunt ook die kroon krijgen. Ik kan ook die kroon krijgen. Het zijn twee kronen. Ze zijn hetzelfde. We hebben gelezen in het Bijbelcommentaar. Engelen bereiden die kronen voor. Stelt u zich eens voor. Hier zijn alle engelen om ons heen. Alle engelen bij u. Uw engel staat naast u. Heeft een kroon voor u klaar liggen. Voor de eeuwigheid. Heeft hij voor u bereid? Staat u er wel eens bij stil? Ja, het is nog maar net hoe de weg daar naartoe is. Of als een van de 144.000. Of als iemand van de madelaar. Want er zullen velen zijn. En we weten, die moeten nog een kleine tijd rusten. En dan zien ze elkaar weer. Geweldig. Dat is het verlossingsplan wat hij zo mooi omschreven. En juist, wat voor druk hebben wij? Van die Satan. En Satan kan ons ook wel eens een keer beletten iets te doen. Ook in die eindtijd. Dan moeten we zeggen, God zal daar een bedoeling mee hebben. Oké, de Satan zal u en mij willen doden. En als het beter voor u en mij is om in die eindtijd gedood te worden. Opdat wij misschien niet staande kunnen blijven. Als een van 144.000. Moet u voor uzelf zeggen, lieve Heer, daar heb ik vrede mee. Als ik maar in eeuwigheid bij u mag zijn. En dat die heilige engelen die kroon niet voor niets voor mij hebben gemaakt. Daar gaat het om. U bent degene, lieve broeders en zussen, die keus kan maken. U bent degene die niet bang moet zijn. Maakt toch niet uit wat u bent. Of een martelaar, of een van 144.000. Maakt mij niet uit. Ja, natuurlijk, in die zin zou ik heel graag de Heer Jezus willen zien komen op de wolken des hemels. Maar weet dat die martelaren dat ook gaan zien. Want daarna wordt die grote schade opgewekt. Maar op bladzijde 596 van het grote conflict en pocket editie, die oude pocket editie nog eens lezen, staat het heel mooi in beschreven. Vier groepen. Twee groepen van voor de zondagswet en twee groepen voor na de zondagswet. Dat is een oude rekening mee, overal zien we dat terugkomen. Ik hoop voor u dat die engel die naast u staat en naast mij staat, die hier aanwezig is, die kroon niet voor niets voor u heeft gemaakt. En dat u degene bent die er alles aan wil doen om Jezus Christus te volgen. Want wat? Wat was onze tekst? Juist in die voorverkondiging, Matthäus, heb ik gezegd, Matthäus 10, weet u het nog? Vers 37. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Alles zit hierin begrepen. En die zijn kruis niet
op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waardig. En nou komt die tekst, vers 39 van Matteüs 10. Die zijn ziel vindt, zal dezelfde verliezen. Zijn eigen ziel verliezen. Die 144.000, die verliezen hun eigen ziel helemaal, omdat ze Jezus Christus hebben gevonden. En die zijn ziel zal verloren hebben, om mijnent wil, makelaren, zal dezelfde vinden. Bij de zesde plaag, Jezus Christus weer terugzien in de eeuwigheid. Lieve broeders en zusters, het is een voorrecht om daarbij te kunnen en te mogen horen. U kunt erbij horen, ik kan erbij horen. Kronen worden bereid en ik hoop u te zien. Ik hoop u echt van ganse hart te zien. En dat u die warmte van Jezus Christus in uw hart mag krijgen. Die liefde van Christus zo diep in uw hart mag meedragen. Dat die kroon straks op uw hoofd gezet mag worden. Door Jezus Christus persoonlijk. Amen. Een lied zingen met z'n allen. Psalm 65 vers 2. Psalm 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuiver. De Heer is goed voor ons. Laten we samen zingen Psalm 65. Naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Dat mogen wij straks. Wonen in dat geweldige huis van onze geliefde Heer. Laten we samen de Heer God danken en bidden. Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus. Wat is het toch geweldig dat u ons elke keer weer bemoedigt en helpt. Moed, lust en kracht geeft om uw woord te mogen verstaan. Het is allemaal genade van u. Lieve heren, dat we mogen weten dat er twee kronen te winnen zijn. Het is maar net welke kroon we krijgen. Ze zijn beide gelijk. Het is een grote overwinning voor ons. Door uw kracht behaald, want uit onszelf kunnen we dat niet. Heren, dat we die kroon mogen bemachtigen. Wilt u bij een ieder zijn? Bij uw oprechte kinderen die uit die Sjaart Dukemenenkerken nog moeten wegkomen? Wilt u bij oprechte kinderen zijn die geweldige luide roep moeten brengen? In alle eenvoud. Het gaat niet om kennis, maar gaat om kracht van u. Vertrouwen hebben in u. Lieve Vader in de hemel. Natuurlijk is kennis nodig van uw woord. Daar zijn we nu ook mee bezig. Want zonder kennis gaan we ook verloren. Maar het is niet de hoeveelheid. Dat de een meer is of de ander minder. Wij hebben het volste vertrouwen in u, lieve Heer Jezus. Dat u uw belofte waar gaat maken. En dat is toch zo geweldig. Om dat vertrouwen in ons hart elke dag mee te mogen dragen. Dat we u in ons hart hebben
in onze gedachten hebben, lieve Heer Jezus. Wilt u zo bij ons zijn ook deze week? Dat we een fijne week in mogen gaan. Dat we aan die kroon mogen denken. Omdat u die kroon straks op ons hoofd wilt zetten. Omdat wij verlost zijn door uw gerechtigheid, door uw bloed. Dat u ons schoon hebt gewassen met uw verlossende woorden uit uw woord. Heere, 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 kom met kracht over ons. Dat dat levende woord uit ons mag vloeien als watervloed. Dat mensen dat ook mogen gaan verstaan. Lieve Heere Jezus, we bidden nu voor het evangeliewerk. Om die laatste oprechte kinderen nog te kunnen roepen. Dat mensen financieel steun kunnen geven daaraan. Dat ze het zelf in hun hart mogen proeven. Dat ze ook zeggen, we moeten er alles aan doen om die laatste nog te roepen. Vader in hemel, u hebt het beloofd. Dat uw oprechte kinderen straks ook zullen helpen. In middelen, in gesprekken, in doen en laten. In alles wat ze maar kunnen doen voor u. Heer, dank u wel dat we die belofte ook van u mogen krijgen. We bidden zo voor deze week daarom. Ga met ons mee dat we een fijne week nogmaals mogen hebben. Krachtig mogen staan in deze week om die geweldige mooie boodschap die u ons in ons hart hebt gelegd. De drie engelen boodschap uit Openbaring 14. Maar dat is nog maar de samenvatting. Er is nog zoveel meer in en rondom die geweldige boodschap. Daniel 11 vers 40, 45. Geweldig, lieve heren. Daar staat in wat er staat te gebeuren. En Daniel 12 vers 1. Daarna komt die grote Jacobsbenauwdheid. En dan is het voor iedereen te laat. Dan moet er keus gemaakt zijn, voltooid verleden tijd. Heren, dank u wel dat u ons elke dag zo bemoedigen wilt. Dat we nu keuze kunnen maken, dat de genadedeur nog open staat voor ons, om die geweldige kroon te mogen bereiken en te bemachtigen. Vooral in die eindtijd na die zondagswet, waar het heel moeilijk wordt. Dank u wel voor uw bemoediging. Ook voor de Smyrna-gemeente. Die hebben we gelezen. Dank u wel voor de bemoediging, ook in Paulus' tijd. Paulus zelf, met zijn broederen, dat wij daar ons aan vast kunnen klampen. Met in het bijzonder aan u, lieve Heer Jezus. Opdat we mogen zien dat u ook de overwinnaar bent geworden. Over Satan en zijn al zijn boze engelen. En dat we u aan onze zijde hebben staan. Dit alles bidden we van u en danken we van u. Niet omdat wij dat verdiend hebben. Maar uit uw grote genade, uw grote liefde en uw trouw en om Jezus Christus onze geliefde in zijn naam. Amen. We willen nog één lied zingen straks, na de collecte. En dat is Psalm 66. Juich, aarde, juich, met blijde galmen, den grote schepper van het heelal. Die willen we roemen en prijzen en alles. Maar eerst de collecte en dan ga ik u afkondigen. Psalm 66 vers 1. Laten we samen staan gaan en met z'n allen zingen Psalm 66 vers 1. Juicht aarde, juicht met blijde galmen den grote schepper van het heelal. En ook staan blijven om straks de zegen te kunnen ontvangen.
Prachtig mooi. Gij doet uw wijdgeduchte kracht, o God, aan al uw haters merken. Wij worden beschermd aan alle kanten. Dat is natuurlijk geweldig. En wij willen daarom ook graag die zegen van onze God mee hebben. Om staande te kunnen blijven in die tijd van het einde. Want het zal niet een makkelijke tijd worden. Dat begrijpen we allemaal wel. Maar we weten dat die kroon op ons wacht. De heilige engelen hebben onze kronen klaar liggen. En wat willen we dan nog meer? Zegen meekrijgen van de Heer. En krachtig mogen staan om die geweldige mooie luid de roep te brengen. Wilt u samen met mij de zegen ontvangen? De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.